Goedendag en welkom bij deze webinar. Voor dataafnemers zoals retailers en ziekenhuizen heeft GS1 een webapplicatie om productdata te kunnen ontvangen van hun leveranciers. In deze video laat ik u zien hoe deze webapplicatie werkt. Wanneer het afnemersaccount door GS1 is gecreëerd, ontvangt u een automatische e-mail waarmee het wachtwoord aangemaakt kan worden. Vervolgens kunt u inloggen. Wanneer er meerdere accounts onder uw e-mail vallen, Selecteert u eerst het account waaronder u wil werken. Groothandels kunnen met één GLN data ontvangen van toeleveranciers en publiceren naar klanten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze Customer Support. Ik laat u nu eerst de verschillende instellingen van het account zien. Bij gebruikersinstellingen kunt u uw eigen informatie bewerken. Bij wachtwoordinstellingen kunt u uw wachtwoord wijzigen en bij bedrijfsinstellingen zijn er vier verschillende tabbladen. Bij standaarden kunt u uw bedrijfsnaam wijzigen en aangeven wie uw data beheert. Daarnaast kunt u ook de wijze van communicatie aangeven. Is het met AS2 of FTPS bijvoorbeeld. Vervolgens kunt u bij profiel een logo van uw bedrijf uploaden en de taal en munteenheid opvoeren. Bij contact kunt u uw contactgegevens aanvullen en als laatste komen we bij instellingen. Wanneer u ervoor kiest om een leverancier te verwijderen, zijn er twee opties. U kunt voor blok synchronisatie kiezen, hierbij worden artikelen ook die al reeds ontvangen zijn verwijderd, en bij de optie synchroniseer blijven de artikelen bestaan die in het verleden al zijn gesynchroniseerd, alle toekomstige artikelen zullen worden geblokkeerd. Hiernaast kan er ook aangegeven worden hoe vaak u een rapport wil ontvangen. Daarin is onderscheid gemaakt tussen de artikelen die aan u zijn gepubliceerd en de artikelen die in het systeem zijn gepubliceerd. Dit rapport zal ik verder toelichten tijdens het tabblad taken. Bij ontvangen artikelen kunt u alle artikelen inzien die u heeft ontvangen van uw leverancier. Er zijn verschillende mogelijkheden om artikelen van uw leverancier te zoeken. U ziet hier verschillende filteropties. Deze filters kunt u naar eigen wens indelen. Daarnaast kunt u ook filters toevoegen en verwijderen. Om gedetailleerder te zoeken kunt u ook zoeken via geavanceerd filter. Hier kunt u ook zelf de keuze maken van welke filters u gebruik wil maken. Deze selectie zal zo blijven staan, en als u meerdere selecties wil gebruiken, kunt u deze ook instellen als een standaardinstelling. Vervolgens kunt u elke selectie terugvinden bij voorgedefinieerd. Wanneer u bijvoorbeeld op zoek bent naar alle artikelen van BondeWEL, kunt u dit opzoeken bij Dataleverancier. Als u kiest voor Filter toepassen, ziet u hier een overzicht van alle artikelen die u heeft ontvangen van BondeWEL. Het hebben hierbij wel op dat u nu resultaten per pagina op 10 heeft staan. Aan de rechterkant onderin ziet u dat er in totaal 640 artikelen van Bondewel zijn gepubliceerd naar u. U kunt ervoor kiezen om de resultaten per pagina van 10 naar 25, 50 of 200 te veranderen. U kunt er ook voor kiezen bij geavanceerd filter. Om bijvoorbeeld te uh, kiezen voor dataleverancier is ongelijk aan en dan Bondewel, maar ook bijvoorbeeld van de HEMA. Te kijken welke andere leverancier er naar u heeft gepubliceerd. Als u weer kiest voor filter toepassen, ziet u in overzicht rechtsonderin dat er 28 artikelen zijn gepubliceerd die niet van Bondewel of de HEMA zijn. Om alle data van het artikel in te zien, kunt u de Gtin aanklikken, maar u kunt ook het artikel aanvinken en vervolgens kiezen voor detail. Als eerste ziet u hier de basisgegevens. U ziet de Gtin, de dataleverancier, de GPC-code en de omschrijving van de GPC-code. In het tabbladen ziet u alle data dat is opgevoerd door de leverancier. Wanneer u een veld zoekt, kunt u die rechtsbovenin bij zoeken naar attribuut zoeken. Het veld dat u zoekt zal oplichten en er zal een oranje pijl verschijnen. Het tabblad basisdata en productspecifieke data is belangrijk voor een doe het zelf tuin dier afnemer omdat hier alle commerciële velden in te vinden zijn. Rechtsonderin kunt u kiezen voor hiërarchie. Je kunt de hiërarchie van het artikel zien en je kunt bijvoorbeeld ook kiezen, in dit geval voor de pallet, om meteen de data van deze pallet in te zien. Wanneer een leverancier een artikel verwijdert, zal deze ook bij u uit het overzicht verdwijnen zodra de datumtype beëindiging productie is verstreken. Wanneer u alle artikelen van één leverancier wil ophalen, kunt u filteren op deze leverancier en een rapport uitdraaien. Je kunt bijvoorbeeld de data van Bondewel bij het dataleverancier weer op gelijk aanzetten. Ik kies kiest voor filter toepassen. Je ziet hier dat er 640 artikelen in totaal zijn. En als je kiest voor rapporten, filter de artikelen naar Excel complete dataset, kunt u het rapport een naam geven. En daarnaast kunt u er ook voor kiezen dat alleen u het rapport in kan zien of dat uw hele bedrijf het rapport in kan zien. U ziet rechtsbovenin dat de taak is begonnen en het rapport zodra deze klaar is kunt u terugvinden bij taken. U kunt ook artikelen in Excel, XML, PDF of product sheet exporteren. Dit doet u door een artikel aan te vinken en vervolgens te kiezen voor exporteren. Op deze manier kunt u maximaal 200 artikelen exporteren. In het geval van Bondewel zijn er 640 artikelen en is het belangrijk om gebruik te maken van de geavanceerde filters. Als u bijvoorbeeld alleen op zoek bent naar de basiseenheid en bijvoorbeeld alleen de diepvriesgroenten, dan kunt u daarop filteren, kies voor filter toepassen en dan ziet u dat er 166 artikelen zijn met de functionele naam diepvriesgroenten en dat ook een basiseenheid is. Als u dan kiest voor resultaten per pagina 200... Dan kunt u deze aanvinken en vervolgens kiezen voor exporteren. U kunt dan alleen nog exporteren naar Excel en XML. Exporteren naar een PDF of een product sheet is alleen mogelijk tot 50 artikelen. Nu ik het tabblad ontvangen artikelen heb toegelicht, gaan we door naar het tabblad taken. Bij het tabblad taken kunt u rapporten inzien door te klikken op downloaden als Excel. Dit rapport bevat op de eerste tabblad alle artikelen die zijn gepubliceerd in de datapoel en op het tweede tabblad alle artikelen waarop u bent geabonneerd. U ziet per leverancier hoeveel artikelen u heeft ontvangen. En hoe vaak u dit rapport wil ontvangen kunt u dus aangeven bij bedrijfsinstellingen. Bij het tabblad Abonnementen kunt u een abonnement aanmaken op de leverancier waarvan u de data wil ontvangen. Dit doet u door te kiezen voor een nieuw abonnement. Vervolgens kunt u de dataleverancier opvoeren waarvan u de data wil ontvangen. U kunt er ook voor kiezen om alleen een bepaalde GPC van deze dataleverancier te ontvangen, of zelfs alleen een bepaalde GTIN. En als doelmarkt zouden wij adviseren om altijd te kiezen voor de Nederlandse doelmarkt, zodat u een GTIN alleen voor de Nederlandse doelmarkt ontvangt. In dit overzicht ziet u op welke leveranciers u op dit moment bent geabonneerd. En bij status ziet u een verschil tussen NL Datapool en GZ1 Data Source. Dit betekent dat deze leverancier is aangesloten en direct op onze webapplicatie werkt. Bij acties kunt u ervoor kiezen om de artikelen te bekijken die aan u zijn gepubliceerd door deze leverancier. Of u kunt ervoor kiezen om deze leverancier te verwijderen. Er is ook een andere status, dat is geaccepteerd. Dat betekent dat deze leverancier niet in onze webapplicatie werkt, maar een eigen datapool heeft. Um, deze kunt u verwijderen door aan te vinken en te kiezen voor verwijder hierbovenin. Indien u verwachte data niet heeft ontvangen, kunt u een dataverzoek aanvragen. En dit doet u onder het tabblad dataverzoeken. U kunt dit doen door te kiezen voor nieuw dataverzoek. U kunt hier weer erom aangeven van welke dataleverancier u dit wil ontvangen, welke gpc u eventueel wil ontvangen, welke GTIN en welke doelmarkt. We raden hier aan om wel altijd specifiek te zoeken naar bijvoorbeeld één GTIN wanneer die niet is aangekomen en niet alle data van de dataleverancier op te vragen, omdat dit veel tijd vergt om te synchroniseren. Vervolgens, wanneer dit is gedaan, worden alle gepubliceerde XML-berichten opnieuw aangeboden. Op de marktplaats zijn alle artikelen die door de leverancier zijn gepubliceerd op openbaar niveau te zien. Wanneer u op zoek bent naar een specifiek product, kunt u hier kijken of het beschikbaar is en wie dat eventueel heeft. U kunt hierbij geavanceerde filters weer filters toevoegen om zo specifieker te zoeken. Wanneer u het product heeft gevonden, kunt u bij nieuw abonnement een abonnement aanmaken op de leverancier wanneer dit nog niet is gedaan. Alles wat op Marktplaats staat, krijgt u niet als XML-bericht naar u toegestuurd, dus een abonnement hiervoor is wel echt nodig. Het tabblad Media is gecreëerd om productafbeeldingen te ontvangen. De productafbeeldingen zijn beschikbaar wanneer de leverancier deze heeft opgeslagen in de webapplicatie zelf. Mocht deze niet beschikbaar zijn, kunt u ook de URL gebruiken om de afbeelding in te zien die u terugvindt in het artikel. U hoeft niet apart te abonneren om de data te ontvangen, maar wanneer u deze wil bewerken, kunt u wel een abonnement afsluiten. Bij het kopje acties kunt u de productafbeelding opslaan in collectie of u kunt hem downloaden als. En bij downloaden als kunt u het bestandsformaat wijzigen en ook de schaal van de productafbeelding wijzigen. Als laatste tabblad hebben we gebruikersbeheer en hier kunt u een nieuwe gebruiker toevoegen. U kunt een gebruiker verschillende rollen geven. En deze zal ik verder toelichten door deze te laten zien. U kunt een nieuw gebruiker bijvoorbeeld beheerder maken, dan heeft hij dezelfde rechten als dat u heeft. U kunt een editor maken, dan hebben ze iets minder rechten. Alleen lezen, kunnen zij alleen de data inzien, maar verder zelf niks wijzigen. Of u kunt ze media editor of media koppeling maken. En dan kunnen zij de media bewerken. Dit was in het kort een uitleg over de werking van de webapplicatie. Voor meer informatie kunt u mailen naar info.gs1.nl of bellen naar 020-511-3888 voor onze customer support.